supersnel afkitten met beglazingskit. Hoe doe je dat? In deze aflevering ga ik jou leren hoe jij de ramen kunt afkitten met beglazingskit. Stap voor stap laat ik jou het proces van het afkitten zien en geef ik je nog wat tips voor het schoonmaken van de ramen en het schilderen van je kozijn. Dus wil je meer weten over het afkitten met beglazingskit? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Wedens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Soudal. Soudal, de beste kitten voor de schilder. Hoi en welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens. En via mijn kanaal ontvang je hele leuke schildertips, zodat jij als doe-het-zelver het zelf kan schilderen. Dus ben je nog geen abonnee? Abonneer hieronder op mijn kanaal en druk even op dat belletje, zodat je geen schildertip hoeft te missen. En vandaag ga ik een raam afkitten met een beglazingskit. De rubbers die nu in het glas zitten, die haal ik eruit. Vaak zie je de problemen buiten ontstaan door de vochttransportatie naar buiten toe. Dus vandaag haal ik die rubbers eruit en dan ga ik het even afkitten met een beglazingskit, de glaskit TS. Van Soudal. Ga geen acrylaatkit gebruiken bij dit soort werkzaamheden, maar echt gewoon even een beglazingskit toepassen. En ik ga dat vandaag ook even laten zien hoe ik dat doe. Als de rubbers er helemaal uit zijn, dan kan ik er eigenlijk geen band meer in doen, tenzij ik het hele glas eruit haal. Dat ga ik dus niet doen. Maar ik vul gewoon die hele naad vol met kit. Ik wil je wel van tevoren zeggen dat ik geen professionele kitter ben en ook geen glaszetter die dagelijks afkit. Maar ik zal het gewoon laten zien op mijn manier zoals ik het doe. En uiteindelijk gaat het erom, want jij bent misschien ook nog niet heel erg ervaren in het afkitten, dat je eindresultaat gewoon netjes en mooi is. Dus vandaag ga ik je laten zien hoe ik dat doe. En wellicht dat jij het anders doet, is ook prima. Maak er in ieder geval iets van dat je daarna kunt schilderen. Dus ik ga het afkitten, ga ik je laten zien. En aan het einde ga ik je laten zien hoe je die ruit mooi schoon kan krijgen. Want na het schoonmaken dan zul je de glaskit TS, die moet je dan echt even overschilderen. Dus ik ga je even laten zien hoe je die ruit mooi schoon krijgt. En dat je vervolgens daarna kunt gaan schilderen en het mooi kan maken zoals jij het wilt. Als je benieuwd bent naar deze aflevering, blijf dan zeker kijken. Klik nog even op het gele icoontje of hieronder op de rode knop om te kunnen abonneren. En we gaan snel van start. Thank you.
Ik heb hier aardig wat kit erin geduwd. En ik heb best wel veel erop gedaan. Ook omdat we natuurlijk bijna of gewoon een centimeter diep erin willen. Dus zorg dat je in ieder geval voldoende kit hebt. Zodat je dat helemaal mooi op kan vullen. Als je de kit hebt aangebracht, dan kun je hem even nat maken. En sommige mensen gebruiken daarvoor afwasmiddel. Ik zou zelf zeggen, pak even een afstrijkmiddel. Gewoon die speciaal is gemaakt om dit te doen. Ik heb dit even in een bakje gedaan. Zodat het even voor mezelf, je kunt hem spuiten eventueel. Maar ik doe even met een kwastje, doe ik het er even in. En dan kan ik het even langs strijken. Ik strijk het even zo er langs. En wat ik nu doe, is even met mijn vinger even die kit zoveel mogelijk even erin duwen. Kijk. Dus ik zorg dat er eigenlijk zoveel mogelijk erin gaat, zodat ik straks niet in één keer open gaten heb en dan de kit daar niet goed gaat vastzetten. Ik slijp mijn plamuurmes nog met water op een fijn schuurpapiertje. Hiermee voorkom ik dat de bramen aan mijn mes zitten en daarmee krassen in het glas komen. Nou, ik moet steeds om de camera heen werken, maar ik ga je even laten zien hoe ik dat doe. Maak hem even nog licht nat, zodat hij goed doorheen kan glijden. En dan heb ik een mesje, deze is vrij scherp in deze hoek. En die ga ik dan tegen het glas aanzetten en dan zorgen dat je zoveel mogelijk eraf schraapt, maar ook erin duwt. Zie je, dus probeer hem niet te rechtop, maar juist een beetje schuin naar beneden. En dan tegen het glas aan, in die hoek en dan naar beneden trekken. Vervolgens doe je diezelfde hoek. Die ga je nu tegen het hout aanzetten en dan probeer je zoveel mogelijk nog eraf te halen van het glas. Wellicht krijg je niet alles eraf en blijft er nog wat restanten op het glas. Ik ga je gewoon laten zien hoe je dat gewoon netjes nog wegkrijgt. Het meest belangrijke ga ik je zo laten zien waar je even op moet letten als je dit gaat afkitten. Thank you.
Ik heb hier, als je goed kijkt, heb ik hem helemaal schoon gekregen met het mesje. Maar ik heb hem hier even heel vies gelaten. En dat heb ik aan deze kant ook gedaan. Zie je dat er nog heel veel kit achter is gebleven. En als je dat vergelijkt met hierboven. Heb je mooi strak. Dus met zo'n mesje krijg je mooi schoon. Maar stel je voor dat je het zo hebt als hier. Ga ik je even laten zien hoe je dat kan schoonmaken. Wil je nou de producten kopen die je in deze aflevering hebt gezien of ander materiaal, zodat je daarmee mijn kanaal kunt sponsoren? Bekijk dan de linkjes in de beschrijving of stuur mij een e-mail naar info@schildersbedrijfedens.nl en dan kun je de materialen met wat korting bij mij kopen. Zodra de kit droog is, kun je de dag erna het gaan schoonmaken. Nou, ik heb daarvoor even deze doekjes en ik zal er even eentje uithalen. Dat zijn van deze doekjes en die ruiken ook lekker. Daarmee kun je je handen goed schoonmaken, maar je kunt ook het glas daarmee schoonmaken. En dan heb je namelijk geen terpentine of wat dan ook nodig. En dit gaat op zichzelf vrij snel eraf. Mocht het zo zijn, want wat ik nu heb gedaan, ik heb hem even een paar dagen laten drogen. Maar ik zou je adviseren om het gewoon de dag erna te doen. Maar ik heb hem bewust even een paar dagen laten drogen. Want daarmee kun je ook zien dat deze op zich vrij snel eraf gaat. En als je dan toch nog net even die toplaag en meer af wil halen, dan pak je gewoon even je mesje erbij of een mesje. Haal je heel even licht er doorheen. En dan kun je met het doekje kun je het zo schoonmaken. Dus ik ga je dat even laten zien. En daarna ga ik je even vertellen wat je moet doen na het kitten. Nu je alle restanten van het glas af hebt gehaald, dan kun je de volgende stap gaan doen. En wat ik je wil adviseren is dat je de ramen even nog helemaal opnieuw schoonmaakt. Dus ook het hout even schoonmaakt met water en schoonmaakmiddel wat je er normaal in gebruikt. Dat je even alles weer even netjes schoon hebt. En dan kun je overstappen op het schilderen. Nou, waarom wil ik je nog even het volgende laten zien? De glaskit TS, dat staat voor twee systemen. Daar staat die TS voor, dus twee systemen. En dat betekent dus dat je, als je deze kit gaat gebruiken, dat je dus met twee systemen zou kunnen schilderen. Dus dat betekent dat je het met watergedragen verf kunt schilderen of met terpentineverf. Dus als je dit toepast, bijvoorbeeld binnen in dit geval of buiten, dan kun je dus, in dit geval zijn we nu binnen, kan je het met een watergedragen systeem schilderen. En dan kun je hem toch nog alsnog heel mooi gaan krijgen. En heb je niet speciale verf voor nodig om dat weer te kunnen opvangen. Wil je weten hoe je het kozijn kunt schilderen? Dan vind je de linkjes in de beschrijving. Nu heb je even gezien hoe je dubbel glas kunt afkitten met een beglazingskit. En misschien zeg jij wel van ja, maar goed, ik heb eigenlijk acrylaatkit nodig om mijn naden af te kitten. Nou, daarvoor kun je eventueel de Acryrub CF2 gebruiken om die naden af te kitten. Maar heel vaak zie ik dat mensen daar schade inbrengen bij het afkitten. Nou, daarvoor heb ik even een handig trucje voor jou die je hier in het scherm kunt vinden. Ga die zo even bekijken, want daar leer je op een andere manier dat af te kitten. Ben je nog geen abonnee? Abonneer even hieronder op mijn YouTube kanaal. Geef me nog even zo'n blauw duimpje voor dit filmpje. En ik zie je in het filmpje hiernaast. Adios!